Yo! Wij gaan vandaag reageren op Roma, Barcelona, Parioli. Ja, ja, kijk eens. Ik ga deze kijken. Kijk of dit een lekker liedje is. Dit is dus Roma tegen Barcelona. Dit is lekker tennissen, Christian. Zo. Oké, wat is dit? Dat is het stadion van Roma. Is dat de. Hey, is dat de toren van Pisa? Leuk nummertje is dit? Is dit een leuk nummertje? Hier, en dan gaan ze bij lachen. Wat doet Neymar daar, kijkers? Wat doet Neymar daar? Ik versta geen Hebrees, kijkers. Nou ja, even kijken. Kijk of het een leuk nummertje is. Oh, penalty? Oh, penalty. Oké. Okay. Ik zal het niet weten. En 1-0, ja hoor. Eerst werd het 4-1, kijkers. Voor 4-1 voor Barcelona. Het 1-1 goal. Toen werd 3-0. Omdat Roma 1-1 goal gemaakt en Barcelona niet. Waarom ging Roma door? Lekker als er meer. Oh shit, hij geeft een klap. Zeker weten. Hey! Hey, yo! Hey, ja, wat doet hij? Ach, 4-4-4. Ja, ja, kijk eens. Oh my god, man. Is dat de 2-0? Ja, ja, kijk eens. Ah, Suarez met baard. Stinkt hij of zo? Ik weet niet. Aan. Lekker biertje. Lach 3-0. We vielen samen. Nee hoor, kijk eens. Absoluut, absoluut. 3-0. If you want for to be. Nee hoor. Together, samen. Oh ja? Juventus. Oké. Oh ja, is dat ook iets beter? Ik weet niet. Ik zal het niet weten. Ik zal echt niet weten. Ik kan tenminste nog wat WK winnen. Oh, kijk eens, deze loopt eerder. Oh shit. Nog een paar minuten kijken, snel is afgelopen. Nou ja, wat interesseert het dan weer? Barcelona heeft 5 comebacks meegemaakt in 19 jaar. 5 keer. 3 keer, 2 keer gingen ze door en 3 keer lagen ze eruit, kijkers. 3 keer gingen door, 2 keer lagen ze eruit. Lijkt als het volgend jaar weer gebeurt. Ik denk het wel. Hé, wie is dat? Hé, dat is Su. Kijk eens, dat was dan alweer. Parijs-Saint-Germain, Barcelona. Ja, zo goed. Kijk eens, volgende keer zie ik jullie weer. Welke moet ik gaan reageren? Moet ik die Juventus of PSG of de volgende keer? Dikke vette pies. Doei. Ja.